Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven de zuidelijke helft van het land bevinden zich wat dikkere wolken, waar met name in het zuidwesten en in Limburg wat lichte regen of motregen kan vallen. In het midden en oosten van het land, daar komt regionaal dichte mist voor, waar vooral het verkeerde komende uren toch al wat rekening mee moet houden. Boven het noorden van het land de meest brede opklaringen, maar ook later vandaag zullen daar wat wolkenvelden voor gaan komen. Het rustige weer vandaag hebben we te dank aan een hoge drukgebied dat passeert. Helemaal droog blijft het niet, want op hoogte komt dat koude lucht binnen, waardoor er een aantal buien kunnen ontstaan. Ook in het weekend regelmatig wolkenvelden met soms een spatje regen. Heel warm wordt het niet, maar voor de tijd van het jaar leven we toch wel iets boven onze stand. Vanochtend dus op veel plaatsen in het land mist, in het zuiden van het land meer bewolken en lokaal wat regen. Het is niet koud met temperaturen van 6 of 9 graden. De wind is zuid tot zuidwest en windkracht 3 of 4. Vanmiddag dan overwegend bewolkt, met name in het binnenland kans op een bui. Soms piept de zon er eventjes tussendoor en het is vrij zacht voor de tijd van het jaar met 11 tot 13 graden. De wind draait naar het westen en neemt vooral aan zee iets toe naar een vrij krachtige windkracht 5. Vanavond is het dan opnieuw weer droog, komen er regelmatig opklaringen voor. En in de brede opklaringen, met name later in de avond, kan er misschien een enkele mistbank ontstaan. En de temperatuur ligt vanavond en het begin van de avond op veel plaatsen rond de 7 graden. Vannacht toch nog een vrij frisse nacht, met de kans op vorstende grond in het noordoosten en oosten van het land. Opnieuw kans op wat nevel of mist. En minima die gaan uitkomen op zo'n 2 tot 7 graden, de hoogste waarde onder de bewolking in Limburg. Morgen dan een aardige dag. Het is op veel plaatsen droog. Er zijn velden met wat middelbare en hoge bewolking, waar de zon toch wel regelmatig doorheen komt. De temperatuur 10 of 12 graden opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar en daarbij staat slechts een matige westenwind. De komende dagen blijft het licht weer zolvallig in het weekend toch wat wolkenvelden en af en toe wat regen of een enkel buitje. Maar de temperaturen die blijven in de dubbele cijfers. En dat blijft ook na het weekend zo. De kans op de regen is maandag al ietsjes kleiner. En het blijft zacht. De wind draait wel naar het noordwesten toe. Dat betekent dat de lucht die wordt aangevoerd al ietsjes koeler is. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.com.